Finale van de Ster van de Belgische Keuken. Dat betekent dat drie winnaars van de voorgaande edities tegen elkaar gaan aankoken. Maar het hele speciale aan deze editie is dat de meeste koks van België erkend zijn door de organisatie World Chefs en dat de winnaar van vandaag zal gaan deelnemen aan het Europees kampioenschap in Wales in mei 2017. En als we het geluk hebben dat daarom de kandidaat wordt geselecteerd, zal hij mogen deelnemen aan de Olympische Spelen van World Chefs in Kuala Lumpur in 2018. En hij zal er geassisteerd worden door de twee verliezende finalisten van vandaag. De bedoeling van de Sterren van de Belgische Keuken is tweezijdig. Ten eerste willen we de Belgische producten en de Belgische chefs in de kijker zetten. Ten tweede is natuurlijk ook dat het een wedstrijd is die op het bord gebeurt. De gerechten worden gecreëerd op een bord, zoals dat het in het restaurant ook gebracht wordt naar de klant. Dat maakt onze wedstrijd, de Sterren van de Belgische Keuken, anders dan de andere wedstrijden die nationaal en internationaal georganiseerd worden. C'est un très bel effort de la part des maîtres cuisiniers d'avoir pris ça en charge. Et c'est quelque chose de nouveau pour notre pays, pour prouver que la gastronomie y est toujours une des plus belles choses.